Zo, Sjaan. Aangekomen in Velteren. 24 uur steeds, maar wat houdt het eigenlijk in? Tactisch. Is dat ja, altijd afwachten wat er gaat doen. Maar op zich is dat wel ja, iets heel speciaals. Ja, ik heb nog nooit 24 uur race gedaan, altijd gewone wedstrijden. Okay. Dus, en nooit s'nachts gefietst of zo? Nog nooit s'nachts gefietst. Okay. Ja, dat is gewoon het hele mooie eraan. Dat, dus je start overdag en je gaat dan rustig aan de nacht in. Mm-hmm. En, voornamelijk als je dan s'nachts rijdt, die beleving is gewoon... Je hebt soms het idee dat je heel hard aan het fietsen bent, maar het komt gewoon dat het donker is. Oh ja. Dus, ja, het verschil, bijvoorbeeld, ik heb dan heel veel op de mountainbike, die 24 uur wedstrijden gedaan. Mm-hmm. Waardoor dat ook die bomen op je afkomen. Dus je moet ook op heel veel dingen letten. Ja. Dat is niet alleen maar tactisch dan. Maar Lombard bijvoorbeeld, dat was ja, fantastisch ook. Ja. En het lijkt me ook super mooi dat je dat met een team doet. Want normaal wint er altijd maar één iemand. Ja. En die win je met het team. Als je nu, het team effort. Ja. Ja. Dus, ik zeg altijd de zwakste schakel, maar die is er ook. Mm-hmm. Met 48 jaar, ik weet niet. Ah, ik heb je zien fietsen, dat is zeker niet, zeker niet zwak. Nee, daarom train ik ook zoveel. Ja, precies. Om fit te blijven natuurlijk. Ja. Maar dat is gewoon mooi als je de aflossingen kan doen met je teammates. Ik zeg het, is... De hele tactische gedachte erachter. Bijvoorbeeld in Zolder moest ik er iemand vanaf rijden. En daardoor hadden we eigenlijk een team ook verloren dat ja, ook mee voor het podium streed, het algemene podium. Ja. En toen wij gingen wisselen, demareerde hij. En had hij in één keer 1:40 voorsprong. Zo. Dus daarna kwam het dan de team effort weer om het gat te dichten.